Mark Scherphoff. Jullie zijn hier bij Huttenland. Wat komen jullie hier doen? Nou, wij komen ten eerste een publieksvriendelijke actie voeren. Dat heeft alles te maken met het vastgelopen onderhandeling van onze werkgevers met de vakbonden. Waar het met name om gaat is dat wij in het verleden hadden wij een vervroegde uittreding. Nou, die regeling is afgeschaft in 2005. Daardoor moeten wij langer doorwerken. Is op zich ook geen probleem. Alleen waar het ons om gaat is als wij repressief niet meer in staat zijn om onze functie uit te voeren, waar u recht op heeft, dan willen wij wel graag een vangnet, waardoor wij wel aan het werk kunnen blijven bij dezelfde organisatie. En op dit moment is het nog zo dat wij met al respect afgedankt worden en met een uitkering op minimumniveau naar huis gestuurd worden. Ja. Wij gaan dus publieksvriendelijke acties doen. Wij gaan met de kinderen samen een aantal oefeningen doen. We laten de kinderen spuiten met water, zodat ze kunnen ervaren wat het dan is om water te spuiten. Een balletje op een pilon eraf te spuiten. De kinderen kunnen in een tent ervaren hoe het is als je in de rook loopt. Dus we hebben blinderingsmaskers, waardoor ze dus gedesoriënteerd zijn en dus gaan zoeken in een tent. En we hebben uitrukkleding bij ons waar de kinderen, als ze dat willen, mee op de foto kunnen voor onze brandweerauto. Oh, daar lijkt mij animo genoeg voor. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dat leek mij ook altijd leuk. Ja. Ja.